Hoe werkt de bediening van de Opel Grandland Hybrid? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en op dit YouTube kanaal zijn wekelijkse video met uitleg over een open model of met uitleg over een open systeem. Nou, ben je nieuw hier, bekijk ons kanaal voor het eerst, van harte welkom. Maar vergeet niet om abonnee te worden. Het kost helemaal niks en kan heel gemakkelijk via knop die nou in het scherm komt. Nou, zoals ik al zei, ga ik in deze video uitleg geven dus hoe het interieur en de bediening werkt van de Opel Grandland Hybrid. We hebben over dit model al eerder een keer een video gemaakt met een algemene uitleg erover. Die zal ik hierboven uiteraard ook even linken, zodat je die ook in alle rust kunt bekijken. Nou, en hier zien we het interieur van de Opel Grandland X Hybrid. Nou is de Grandland X Hybrid natuurlijk leverbaar in verschillende uitvoeringen. En kijk daarvoor op opel.nl of op liewesrode.nl voor de actuele informatie. Maar dan begin ik de uitleg hier aan de linkerkant. En hiermee kunt u de spiegel instellen. Dat doe je dus volgt. Linkerspiegel, dan kun je hem hiermee instellen. Of de rechterspiegel. Wanneer je met midden hebt staan, kun je hiermee naar beneden ook nog de spiegels elektrisch laten inklappen. Dat laatste gebeurt ook wanneer je bijvoorbeeld de auto afsluit via de afstandsbediening in de auto. De ramen zijn hiermee elektrisch bedienbaar. De voorramen kunt u hiermee instellen en hiermee de achterramen. De achterramen kun je hiermee ook vergrendelen, bijvoorbeeld als er kleine kinderen achterin zitten. De verlichting die werkt hierachter. En deze kun je op verschillende standen doen. Je kunt hem op automatisch doen. Nou, dan regelt hij dus zelf. Dus wanneer het donker wordt, gaat hij dus over op dimlicht. Daarnaast kun je hem op stadslicht zetten, bijvoorbeeld als je moet parkeren. En je kunt hem ook op dimlicht zetten. Nou, hou er wel bij rekening mee, dus als je hem op auto hebt staan, dat het bijvoorbeeld als het mistig is, dat je hem ook nog naar dimlicht toeschakelt. Want mist herkent hij helaas niet dat het donker wordt, dus heb je kans dat de dagrijverlichting gewoon aan blijft staan. De mistlampen voor en mistlampen achter kunt u hiermee instellen. En hier aan de rechterkant kunt u nog het dashboardverlichting hier nog fel doen of wat dimmen. Hier mist nog een schakelaar bij deze auto voor om de lamp in hoogte te stellen. Dat heeft ermee te maken dat deze auto waar ik nu in zit voorzien is van AVL LED verlichting. Nou, dit prachtige verlichtingssysteem regelt automatisch de hoogteverstelling en daarvoor mist hier een knopje. Mocht je het niet hebben, dan is de auto voorzien bijvoorbeeld van LED koplampen. Kun je hiermee ook nog de hoogte instellen. Nou, dan hebben we hier de stuurwielbediening. En aan de rechterkant bevindt zich eigenlijk voor harder en zachter. Hiermee kun je nog de focussensors bij langs. Geluid kun je hiermee stilzetten. En hiermee kun je ook nog verschillende bronnen selecteren. En daarnaast kun je de telefoon ook mee opnemen. Of via de spraakbediening kun je hiermee een commando geven. En aan de linkerkant bevindt zich de cruise control. Nou, we hebben voor de cruise control ook op andere modellen ook een video gemaakt. Die zal ik hierboven ook even linken. Zodat je in alle rust kunt bekijken. Maar de cruise control werkt eigenlijk als volgt. Als je dit knopje indrukt, verschijnt er een lampje in het display. Daarnaast kun je deze naar beneden doen. Eigenlijk naar set. En die hou je een paar seconden vast. En dan staat hij op de cruise control. Hier gaat hij heel makkelijk weer mee af. Of uiteraard via de rem. Nou, daarnaast als je op de cruise control staat, kun je hier nog wat harder rijden. Of wat zachter. Dat kun je daar nog mee inschakelen. En hieronder is nog de begrenzer. Dus kun je instellen voor als je niet harder wil rijden dan 30 km per uur. Dan gaan we de auto nu starten. Deze auto is voorzien van het keyless entry systeem. Nou, dat wil zeggen inderdaad, hiermee kun je ook nog de deuren dicht doen, open doen of de kofferklep nog vergrendelen. En om de auto te starten, dan druk je de rem in en het knopje een paar seconden en dan is de auto gestart. Nou, als we het display gaan kijken, dan zien we aan de linkerkant zien we hier eigenlijk de toerental. En ook geeft je daaraan hoeveel power je verbruikt, bijvoorbeeld bij het elektrisch gedeelte van het rijden. Aan de rechterkant geven we hier de snelheidgever daaraan. In het midden zijn nog twee wijzers, aan de linkerkant is voor de brandstof. En aan de rechterkant geeft hij aan hoe vol de batterij nog is. In het middenste display dan zien we eigenlijk daar rechtsbovenin in welke stand de automaat staat. Daar links zien we ook nog het verkeersbordje hoe hard je mag rijden. Linksonder zien we nog hoeveel kilometers je eigenlijk nog elektrisch of op accupakket kunt rijden. En rechtsonder kun je zien in welke stand die staat. En daar ga ik later iets meer over vertellen. Nou, hier aan de linkerkant bevindt zich ook nog de ruitenwissers. En hiermee kun je ook nog de bordcomputer. Ja, je ziet het wel. Kun je nog verschillende andere functies ook nog zien. En dan zei ik net van wat vind je belangrijk. En daar zit ook nog een knopje met een A erop. En wanneer de auto voorzien is van een LED AFL verlichting. Dan zou ik adviseren om deze knop ook even aan te zetten. Je ziet daar ook een lampje in het scherm staan. Als je het één keer aan hebt staan, doet dat elke keer automatisch. Maar daardoor past die verlichtingssysteem dus automatisch helemaal aan. Dan heb je echt een prachtig mooi verlichtingssysteem in je auto. En nogmaals, het zal dus niet op elke Grandland ook zitten. Kijk daarvoor op de actuele site via opel.nl of liewesrode.nl. En hier aan de rechterkant bevinden zich de ruitenwissers. Nou, wanneer je hem één keer naar beneden doet, dan doet hij eigenlijk op de miststand. Hè? Dan gaat hij gewoon één keer. Eén keer omhoog, dan gaat hij ook op de regensensor. Geeft hem ook gelijk een melding. En daarnaast kun je nog verschillende snelheden nog aanpassen. Interval kun je hiermee ook regelen. En de achteruitwisser is deze even een kwartslag draaien.
Nou, je hebt het vast wel gezien, maar hier achter de stuurwiel, daar bevinden ze nog schakelflippers. Daarmee kun je eventueel nog zelf schakelen. Nou, dan hebben we hier het Navi 5.0 en telling systeem. Hier hebben we uiteraard ook nog een uitgebreide video van gemaakt. Die zal ik hier boven uiteraard ook even toelichten. Maar hoe het systeem werkt, hieronder zitten een aantal knopjes waar je naartoe kan. En dan begin ik bij audio. En bij audio kun je bijvoorbeeld de radiozenders kun je hier vastleggen. Hier zijn een aantal zenders die je momenteel al vastgelegd hebt. Maar je kunt er natuurlijk nog veel meer zenders in kwijt. En hoe doe je dat heel gemakkelijk? Via lijst. Dan heb je hier zenderlijst. Nou, daar kun je dus naartoe. En wanneer je bijvoorbeeld een zender hebt gevonden, klik je die aan. En klik je een van deze naam. Hoor je een pieptoon en dan staat de zender geprogrammeerd. Nou, deze houdt natuurlijk voorzien van FM, AM, maar ook van DAB. En dat doe je hier dus rechtsboven. Daarnaast kun je hier nog met frequentie, kun je ook nog zelf nog zenders zoeken. Of je kunt nog naar bronnen toe, waar je nog bijvoorbeeld via de Bluetooth muziek wil luisteren of via de USB of iPod. Nou, de auto is ook voorzien natuurlijk van navigatiesysteem. De navigatiesysteem dat zal dus ook met updates werken. Kijk daarvoor ook op de site www.liewisrode.nl waar we uiteraard kunnen helpen met de nieuwste update te installeren. Nou, het navigatiesysteem werkt dus als volgt. Wanneer ik hier op zoeken klik, kan ik er gelijk al het adres intypen. Dus hoef ik niet eerst plaats, straat, huisnummer, etc. Dat werkt inderdaad heel gemakkelijk. Vergeet daarbij niet de groene vinkjes ook voor het activeren. Hier aan de rechterkant kan ik nog de weergave dus in- en uitzoomen. Kan ik daarmee regelen. En hier rechtsboven, daar kan ik ook nog de tijd bijvoorbeeld aanpassen of instellen. Nou, de volgende stap is voor de telefoon. Nou, mijn telefoon is nu al gekoppeld. Wanneer je telefoon niet gekoppeld is, zie je hier op een gegeven moment een beeldscherm voor de Bluetooth te koppelen. Nou, we hebben daar ook een video van gemaakt. Die zit ik hierboven ook even toelichten, ook in de beschrijving. Zodat je dat ook in alle rust kunt bekijken en ook je eigen telefoon kunt koppelen. Mocht je niet uitkomen, uiteraard, we helpen natuurlijk graag. Hiermee is nog harder en zachter. Of op mute kun je hiermee regelen. Nou, en wat de hybrid natuurlijk bijzonder maakt ten opzichte van de andere Grandland is dit knopje met de E. En als ik daar naartoe ga, dan zie ik dus eigenlijk informatie over het laden van de auto. Ik kan dus hier bijvoorbeeld zien bij stroom, hè, wat er nu bijvoorbeeld gebeurt. Nou, ik kan precies zien van hoe vol het accupakket nog is en wat hij dus nou aan het doen is. Daarnaast heb ik nog statistieken. Daar kan ik dus precies zien wat ik verbruikt heb. En et cetera allemaal. Dus ik allemaal informatie per traject kan ik daar dus ook bekijken. En daarnaast ook mogelijkheden met het laden. Nou, je kunt er ook voor kiezen om deze auto dus met uitgestelde laden te regelen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat wanneer je bijvoorbeeld elke dag om 7 uur weg moet, dat je bijvoorbeeld aansluit aan een stopcontact of aan een laadpaal. En dus in kan stellen dat hij bijvoorbeeld terugrekent en die zegt van nou, ik ga bijvoorbeeld pas om 4 uur 's nachts ga ik beginnen met laden, zodat ik om 7 uur ook klaar ben. Dat kun je dus hier ook allemaal instellen. Het voordeel ervan is dat je dus ook het goedkopere nachttarief pakt. Nou, en daarnaast zie je nog een knopje, dat is e-save. En e-save, dat is natuurlijk wel echt prachtig. Daarmee kun je ook nog wat energiereserve opbouwen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat je zegt van nou, ik rijd bijvoorbeeld weg van huis en ik moet bijvoorbeeld naar een stad toe. En daar mag ik bijvoorbeeld alleen met emissieloze auto's naar binnen. Dan kun je bijvoorbeeld regelen dat je bijvoorbeeld 10 of 20 kilometer bewaart. En dat je als je daar bent over kunt schakelen naar elektrisch. En dat laatste stuk ook elektrisch kunt rijden. Nou, je kunt er ook voor kiezen om natuurlijk hiermee ook tijdens het rijden het accu weer pakket weer bij te laden of weer vol te laden. Dat kan natuurlijk en dat klinkt ook heel mooi, maar vergeet niet dat hij daarvoor wat extra brandstof ook nodig heeft. Kijk, het mooie van deze hybrid is natuurlijk dat je eigenlijk niet binnen het dagelijks bereik, hè, want je moet ongeveer zien dat de auto ongeveer tussen de 30 en de 50 kilometer kan rijden op het accupakket, dat je daar eigenlijk je dagelijkse kilometers mee rijdt. En daardoor dan zie je natuurlijk wanneer je dagelijks zeg maar, niet verder afstanden hebt dan 50 kilometer, dat je natuurlijk zoveel mogelijk elektrisch kunt rijden. Ik heb bijvoorbeeld gepresteerd om meer dan 1000 kilometer te rijden met een volle tank, omdat ik heel veel korte stukjes rijd en heel veel elektrisch. Nou, als we verder gaan, dan zien we hier nog de knop, de ene laatste knop. En dat is eigenlijk voor de Apple CarPlay en Android Auto. Ook daar hebben we video's van gemaakt, die je uiteraard ook kunt opzoeken op ons kanaal. En als laatste hebben we hier nog de instellingen. Nou, dat woord zegt het natuurlijk al, hier kun je eigenlijk al je instellingen kwijt wat je wil hebben van de auto. De knop die hier aan de rechterkant zit, is hier om de deuren te vergrendelen. Wanneer je die knop dus ingedrukt blijft houden, dan gaat hij dus op de automatische vergrendeling of de automatische grendeling haalt hij er dan weer af. Maar dat kun je eigenlijk via deze knop dus regelen. En links zit hier de alarmlicht. Nou, dan hebben we hier dus het kachelbediening staan, de klimaatcontrole. Hij staat nu even uit in verband met het geluid voor de video. Ik zal hem nu even aanzetten. Als ik op automatisch klik, dan zie ik hier inderdaad ook de temperatuur. Die kan ik dus zowel links als rechts kan ik die instellen. Maar er zit hier nog meer achter. En als ik op de knop menu druk, dan ga ik hierboven weer naar het scherm toe. En dan zie ik hier ook de temperatuur. En dan kan ik digitaal ook heel veel wat dingen kan ik ook regelen. Ik kan kiezen waar ik de lucht vandaan wil hebben. Ik kan hier de temperatuur ook instellen. Maar hier zit ook nog een knop opties. En als ik daarop klik, dan kan ik hier bijvoorbeeld ook instellen dat hij bijvoorbeeld
altijd één temperatuur pak. Dus dat ik hem niet links en rechts gescheiden kan doen. Ik kan ook de automatische stand van de ventilator kan ik ook wat harder of wat zachter zetten. Of, en dat is natuurlijk wel prachtig, kan ik hier de temperatuur mee instellen. En wanneer je bijvoorbeeld zegt van nou, ik ga bijvoorbeeld elke dag om 7:15 weg. Dan kun je dit dus instellen dat hij dus gaat voorverwarmen of voor gaat verkoelen. En dat hij zorgt dat hij om 7:15 dat hij al wat warmer is of wat koeler is. Nou, hoe ideaal is dat? Kun je heel makkelijk hier via het plusje kun je eigenlijk het schema dus instellen of via de My Opel app. Nou, voor de rest kun je hier ook naar de voorruitontwarming hiermee aanzetten. Hiermee ook de achteruitverwarming en hiermee kun je de lucht in de auto rondcirculeren. Nou, er zijn natuurlijk ook verder nog mogelijkheden. Je kunt ook kiezen voor stoelverwarming. Dat heeft deze auto dan niet. Stuurverwarming is helaas niet mogelijk. Dat heeft te maken met deze schakelflippers. Dus dat zult u niet mogelijkheid zien met de Grand X Hybrid. En hier aan de rechterkant kun je ook nog zorgen dat de auto of dat de lucht in de auto gaat rondcirculeren. Nou, de airco kun je hier aan of uit mee zetten. Nou, dan komen we hier eigenlijk bij bij de versnellingspook van de auto. Nou, de Grand X is altijd gekoppeld aan een achttrapsautomaat. Hij start dus altijd in de P, dit is de parkeerstand. Dat zie je hier ook al oplichten. Nou, wanneer ik dus naar de andere standen wil, dus naar de R, de N, de D of de B, hou ik de voeten op de rem, druk het knopje naar de zijkant in, ik tik één keer naar achteren. Gaat hij automatisch naar de N toe. Wanneer ik naar de R wil gaan, druk één keer naar voren. En als ik wat harder naar achteren druk, dan pakt hij naar 2. Hier kun je kiezen dus de D van drive of de B van brake. De brake stand wil eigenlijk zeggen dat hij extra gaat regenereren. Ik vind het zelf erg prettig om in deze stand te rijden. Natuurlijk ook weer het voordeel dat natuurlijk dat de regeneratie van de motor uit door het afremmen. Dat hij dat ook weer terugwint in het accupakket. Dus dat is ook het voordeel daarvan. Je kunt helaas niet zien van welke stand hij op staat. Dat kun je hier niet zien. Maar daarvoor moet je even terug naar het scherm en dan zie je daar. Ik zal hem even wijzigen. Ik hoop dat je het goed kunt zien. Daar kun je dus zien waar die in staat. Nou, als ik hem bijvoorbeeld in de achteruit zet. Met deze, je hoort even een piepje. En met deze auto is ook een achteruitcamera. Zie je dus gelijk ook wat er mooi wat achter je zit. Hier rechts geeft hij aan waar een obstakel zit. En hier zijn je stuurlijnen. Dus geeft hij eigenlijk aan als je voor achteruit rijdt. Waar je ongeveer uitkomt. En hier eigenlijk tot hoe ver je eigenlijk door iets vandaan bent. En als ik hem weer in de P-stand wil hebben, kan ik hem natuurlijk uitzetten. Dan gaat hij automatisch in de P-stand. Of ik kan dit knopje indrukken en dan staat hij weer in de parkeerstand. Zodat hij ook uiteraard niet wegrolt en veilig stilstaat. Hier aan de linkerkant kan ik dus de drive-modus instellen. Nou, ook daarin geldt dat je dus hier op het display ook bekijkt. Ik zal hem even laten zien. Je kunt dus kiezen uit sport. Nou, dat woord zegt natuurlijk al. Hij heeft dus echt sportiever eigenschappen. Hij zal er nog een stuk feller zijn ook weer. Daarnaast hebben we nog een hybrid functie. Daarin zal hij ook dan een gedeelte natuurlijk met de brandstof en een gedeelte ook elektrisch ook rijden. En daarnaast ook nog de elektrische functie. Nou, natuurlijk, dat is natuurlijk het allermooiste dat je elektrisch rijdt. En zeker wanneer je dagelijks bereik niet verder is dan 50 kilometer, is het natuurlijk prachtig om bijvoorbeeld te zeggen van nou, ik ga bijvoorbeeld van wonen naar het werk. En op werk ga ik weer laden en weer terug. Ik noem maar iets. Dan rijd je natuurlijk altijd mooi elektrisch en daardoor bespaart natuurlijk enorm veel brandstof. Hierboven bevinden zich nog een aantal veiligheidssystemen. Nou, dan gaan ze van links en rechts. Hier bevinden ze nog het traction control systeem. Dat staat standaard aan. Maar je kunt er ook uitzetten. Puur van noodsituaties waar je dat dus ook kunt doen. Daarnaast zie je nog hier een symbooltje van de brandstoftank. Dat is eigenlijk om de brandstoftank, om de benzinetank uiteraard ook te openen. Houd erbij rekening dat het soms wel een tijdje kan duren. Waar het mee te maken heeft is eigenlijk dat hij eigenlijk de damp van de benzinedamp eigenlijk wegzuigt. Dat heeft ook weer met milieueisen te maken. En daardoor zie je dat de tanklep soms wat langer duurt voordat hij open is dan eigenlijk bij normale benzineauto's. Daarnaast heb je hier nog het lane keep assist systeem. En dat wil eigenlijk zeggen wanneer je een beetje richting de berm rijdt, dat hij dan corrigeert. Dat kun je hier aan of uit moet zetten. Nou, als het lampje brandt, is het systeem uit. En dus zo schakel je het aan en zo schakel je het uit. De parkeersensoren kun je hier nog mee uitschakelen. Nou, vergeet dan niet om ook weer aan te schakelen wanneer ik de auto dus uitzet en ik start hem weer, dan staan ze nog steeds uit en dan moet je ze altijd hier ook even handmatig weer mee aanzetten. Nou, hier bevindt zich de elektronische handrem, die gaat er automatisch op wanneer ik de auto uitzet. Maar als ik de auto start en ik zet hem in de D en ik rij weg, dan gaat hij er ook automatisch ervan af. Je kunt hem ook afkrijgen door middel van de voetrem in te drukken en daarna het knopje naar beneden drukken, dan gaat hij er uiteraard ook af. En als we hierboven gaan kijken, dan zien we hier natuurlijk nog de kopjes voor de binnenverlichting. Maar daarnaast bevinden zich hier ook twee knoppen. En dat is voor Opel Connect.
De linkerknop is eigenlijk voor de Opel Assistance. Dus sta ik bijvoorbeeld met een lekke band, ik noem maar iets. Dan kun je die knop, kan ik die indrukken. Krijg ik dus de Opel Assistance, hè, dus de ANWB aan de lijn. Het gaat dus via een aparte module, dus niet gekoppeld aan je telefoon. En die kunnen uiteraard de locatie ook zien. En die krijgen ook meer gegevens van de auto binnen, zodat ze uiteraard snel ter plekke kunnen komen. En je uiteraard zo goed mogelijk kunnen helpen om zo snel mogelijk weer weg te rijden. De rechterknop is de SOS-knop. Nou, ik hoop natuurlijk niet dat je die nodig bent, maar weet dat die er altijd zit. Dus mocht de auto een ongeluk krijgen, dan gebeurt het automatisch. Dan gaat automatisch de verbinding gaan naartoe naar de 1 en 2 alarmcentrale, die ook de gegevens doorkrijgt en ook de locatie, zodat ze ook snel ter plekke kunnen komen. Maar rij bijvoorbeeld ergens en je voelt het niet goed, of je ziet bijvoorbeeld een ongeluk, weet dat je die knop ook altijd in kan drukken. 24 uur werkt er ook. Je hoeft er ook geen account of abonnement voor te hebben. En je hebt altijd dus een knop binnen handbereik om contact op te nemen met de 1 en 2 alarmcentrale. Nou, ik hoop dat ik hiermee een duidelijk en helder uitleg geef over de bediening van de Opel Grenade Hybrid. Mocht je nog aanvullende vragen hebben, kun je natuurlijk altijd een mail sturen naar klantencontact@liewesrode.nl. En je bent ook van harte welkom om bij ons langs te komen, waar we uiteraard dit model hebben staan. En natuurlijk is een proefrit ook mogelijk. Weer super bedankt voor het kijken naar deze video. Mijn naam is Hendrik Liewes en volgende week verschijnt er weer een nieuwe video. Tot dan!